Vanuit uw eigen kracht komen. Wat wilt dat nu eigenlijk zeggen? Ik denk eerst en vooral dat het belangrijk is dat je weet wat dat uw eigen is. Wat is u? Wie zeg jij? Wat is uw ware zelf? En wat zijn die zijn sterktes en wat heeft hij te bieden? En in communicatie of in gesprek met anderen, dat kunnen voelen en uiten van dit is mijn kracht. En daarin kunnen staan. En er ook in blijven staan, terwijl dat je toch ook je energie uitstuurt. Ik denk dat dat echt vanuit je eigen kracht leven is. En hoe langer hoe meer dat we ons eigen erop kunnen trainen, op dat gevoel van bam, deze ben ik en dit is mijn waarheid, hoe makkelijker dat wordt om vanuit je eigen kracht te leven en te delen, te zijn. En ik denk dat dat een heel mooi gegeven is om op uw eigen manier eigenlijk uw positieve toegevoegde waarde aan de wereld te geven. Want het draait niet altijd om iets materialistisch geven. Soms kan het ook energetisch zijn door gewoon te zijn, maar echt volledig uzelf te zijn. En vanuit die plaats eigenlijk uw bijdrage doen aan deze maatschappij of deze wereld. Vanuit uw plaats van kracht en liefde eigenlijk die bijdrage leveren. Zo simpel kan het zijn. Peace.